Hallo en welkom in het Parktheater in Eindhoven. Onze gast van vandaag is bekend als cabaretier. Maar na een sabbatical van een jaar sloeg hij een hele andere kant in. Hij onderzocht het fenomeen geluk en trekt met een masterclass over dat onderwerp nou langs de zalen in Nederland. Gelukkig is hij vanmiddag bij ons. Vandaag gaan we in gesprek met Guido Weijers. Guido, welkom. Dit is je publiek vandaag. Gezellig. Welkom. Jij bent welkom. Ga zitten. Fijn dat je er bent. Ja, leuk hier te zijn. Hoe is het met je? Koude plek. Ja. Word je hier ook nog gelukkig van dit zeker, applaus? Zeker, ja? Ja. Elke keer weer? Dat blijft een bevestiging. Hè? Mensen hebben altijd bevestiging nodig. Ja? Ik ook, ja. Ja? Sinds wanneer heb je dat? Vanaf kind al. Ja? Ja, vroeger stond ik op het podium om applaus te ontvangen. Wat was het eerste moment dat je nog weet dat je dacht, hier genoot ik al van de aandacht? Dat was al bij mij thuis tijdens... Dan verkleedde je jezelf als rood kapje en zo. Rood kapje? Ja, dan ging je dat voor je ouders, ging je dingen spelen en zo. Je bent rood kapje geweest? Ja, en een wolf. Ja, ja. En je kreeg in de gaten dat je daar aandacht van kreeg? En dan, ja. En in de brugklas, toen kende ik de oudejaarsconferentie van Joep van het Hek helemaal uit mijn hoofd. Oh, ja. En toen merkte ik dat als ik dan af en toe zo'n grapje in de klas maakte, dat ze daar ook om lachten. Dan denk ik, hé, mijn timing die klopt wel met cabaretiers. Dus, jij bent met Joep begonnen? Ongeveer, ja. Ja? Ja. Zijn conferences. Wat leuk. Ja. Ik ga ondertussen even vragen, moet ik nou de hele tijd zo iedereen aankijken? Want ik heb het idee dat ik voor publiek praat. Ja. Of praat ik alleen tegen jou? Nee, luister. Je hebt nog uitgebreide tijd om met studenten in gesprek te gaan. Okay. Dus als je ongemakkelijk voelt, dat is prima, maar het hoeft niet. De eerste vraag in het denkgrote debat is altijd, wie heeft jou ooit groter laten denken? Ja, daar ga ik een heel arrogant antwoord op geven. Want dat ben ik gewoon zelf geweest. Ik kom niet uit een familie waar iedereen zegt, word maar astronaut, zeg maar. Nee. Ik heb zelf bedacht van, eerst wilde ik clown worden en toen wilde ik cabaretier worden of acteur worden. En ik ben wel altijd gestimuleerd, maar ik kom niet uit een familie. Gestimuleerd gezin? Niet uit een familie die zelf heel ondernemend is. En ik ben juist iemand die, ik huur zelf een zaal af en dan ga ik daar staan. En dan, maar wat was het moment dat je dacht, goh, ik laat mijzelf groter denken? Ik kwam erachter dat ik vond mezelf niet groot denken. Ja? Ik dacht gewoon, als ik op het podium wil gaan staan, dan huur ik gewoon een zaal af. En dat is dan wel al mijn spaargeld op mijn 18e. Maar dan heb ik 0 gulden nog. Maar ja, als die vol zit, speel ik kiet. Zo dacht ik. Terwijl andere mensen zeiden, fuck, hij gaat al zijn spaargeld erheen jassen. En dat is, dus ik dacht iets groter, maar voor mij is dat gewoon normaal denken, zeg maar. Je bent ook een ondernemer dus. Ja, heel erg. Studenten, aan jullie het woord. Hoi. Hoi, ik ben Lisa, ik studeer HRM en ik had een vraag over geluk. Waarom is geluk volgens jou nou zo'n topic? Als ik dan denk aan de tijd van mijn opa of zo, of in ieder geval mijn ouders ook al, toen was het nog helemaal niet zo trending en nu wel. Welke factoren denk jij daar invloed op hebben? Nou, in de tijd van jouw opa, toen was geluk heel gewoon. Maar waarom het nu trending is, ik denk dat wij hebben het supergoed hier in Nederland. En volgens mij zijn er 2 redenen waarom geluk nu helemaal hot is. Dat is omdat we het zo goed hebben. Kijk, als je elke dag op zoek moet gaan naar eten en elke dag naakt met een speer achter een hert aan moet rennen om überhaupt te eten te hebben, dan ga je je echt niet afvragen of je wel gelukkig bent. Nee. Dan wil je gewoon eten en overleven en we zijn op deze wereld om voor te planten en te zorgen dat we in leven blijven. Maar we hebben het zo goed. We hebben nu tijd om ons druk te maken over of we wel gelukkig zijn. Dat is de eerste reden. Tweede reden is volgens mij dat steeds minder mensen geloven. Vroeger geloofden mensen in een hiernamaals. En dan dacht je, nou, mijn geluk of mijn beloning komt nog wel na de dood. Maar steeds meer mensen geloven in een hiernumaals. Steeds meer mensen geloven niet meer dat er na de dood iets is. Dus dan moet je hier en nu absoluut gelukkig zijn, anders is het zonde van je tijd. Dus ik denk dat die 2 dingen ervoor zorgen dat steeds meer mensen op zoek zijn naar geluk. Oké, dankjewel. Klopt het antwoord? Ja, daar was... Ja, we leven in een samenleving waarbij cultuurverschillen nogal wat spanning oplevert. De vraag is, wat hebben wij nodig volgens u om toch met z'n allen gelukkig te zijn? Om cultuurverschillen te overbruggen, bedoel je? Ja. Hersenen.
Ja, volgens mij als iedereen gewoon nadenkt, dan wil iedereen gewoon samenleven. En volgens mij zijn het mensen die op korte termijn hun eigen hachje willen redden, die bang zijn voor andere culturen. Maar volgens mij moeten we geen angst hebben voor elkaar, maar moeten juist de hand uitsteken naar elkaar. En ik heb best wel veel gereisd. Overal in elke cultuur wil iedereen gelukkig zijn. Dus iedereen heeft volgens mij hetzelfde doel. En wat is er nodig om culturen bij elkaar te brengen? Dat gaat niet per se over geluk. Dat is gewoon openstaan voor elkaar. Ja, dat is bijna een politieke vraag. Dankjewel. Voor degenen die denken, Guido Wijs, wie is dat ook alweer? We hebben een filmpje gemaakt. 2008 is het jaar van het succes. Het jaar van NAC Breda. En als je vraagt of Ernie Brands mag blijven, dan zeg ik volmondig ja! En dan minutenlang, hè? Ja, en Guido, waarom ben jij geen graanjager? Omdat ik niet wil bijdragen aan de zieke bio-industrie. Dat is het eigenlijk. En waarom wil je niet bijdragen aan de zieke bio-industrie? Omdat ik ons als mens totaal mislukt vind als ik zie hoe wij met andere wezens omgaan. Volgens mij is geloof een verzameling gedachten die je voor waar aanneemt. Heel, heel simpel voorbeeld, ja? Als ik jou aankijk, ja? Of ik probeer jou aan te kijken, ja? Nou, dan komt er een gedachte in mijn hoofd, ja? Een idee. En die gedachte is, mooie vrouw, ja? Maar dan hoeft het nog niet waar te zijn, hè? Guido Wijers. Jan Dino. Roé Verveer. En Philip Geubels. Gabbers, de comedy show van het jaar. Nu in tropische sfeer. Je zit er met trots naar te kijken. Nou, ik moet wel zeggen, toen je die stukjes van dat liedje, van Als We Gaan, ja? Dacht ik, je kondigt aan, voor de mensen die niet weten wie Guido Wijers is, ja? Dan denk je gewoon dat het een zanger is. Ja. Maar ik ben alles behalve een zanger. Het is heel fijn dat je dat er even bij zegt. Ja. Waar ben je het meest trots op? Op die oudejaarsconferences. En dan dat stukje over geloof, wat je net zag. Dat vind ik wel, dat ging ergens over. Natuurlijk is er een beetje geknipt, maar daar zaten hele mooie callbacks in. En dat was een voorbeeld van een hele goede grap, bijvoorbeeld. Want? Omdat ik eerst uitleg wat religie is. Wat ook echt mijn mening was. Daarna spreek ik iemand aan in de zaal. En laat ik 3 of 4 zinnen die ik ook in het eerste verhaal had, liet ik terugkomen. Maar dan tegen gewoon iemand in de zaal. En dat werd heel grappig. En dat is mooi dat je en inhoud en humor bij elkaar kunt krijgen. Ja. Maar jij plant hem ook zo. Je rekent hem echt zo uit. Tot hij helemaal klopt. Ja, dat is het mooiste. Want als hij eenmaal helemaal klopt, dan werkt hij elke avond. En anders is het een beetje schieten met losse flodders, kijken welke grap valt. Maar als je het echt helemaal zo... Ja, dat geniet er weer van. Het is mooi om het trucje dan helemaal in je vingers te hebben. Geweldig. Je zei dat Joep van het Hek jouw voorbeeld was. Of in ieder geval zijn conferences hebben je gegrepen. Daar. Waar zit jij in het palet van cabaretiers? Waar plaats jij jouzelf? Er zijn niet zo heel veel mensen die in mijn vorm hanteren. Want ik gebruik altijd een scherm erbij. Ik ben actueel. Ik probeer een hoge energie te hebben. Ik zag wel dat Freek de Jonge bij de stemming ook een scherm ging gebruiken. Maar dat is heel lang vergruisd door collega's. Die vinden alleen dat je achter een piano moet zitten met een glaasje water. Dus ik denk niet dat er iemand vergelijkbaar is waar ik heel erg blij mee ben. Weet je, Jochem Meijer is sneller. Jan-Jaap van der Wal is iets klassieker. Wie is grappiger? Ik vind Daniel Arends heel grappig. Wie is de beste? Ja, ik vond Freek wel goed. Maar daar hoef ik niet per se heel hard om te lachen. Maar als ik hem zie, dat is wel een vakman. Ja. Ja.
Je hebt jezelf ooit in Trouw 2006, lang geleden, maar de marketing cabaretier genoemd. Daar konden we ons iets wel bij voorstellen. Ook het topic wat je nu weer pakt. Je kijkt volgens mij heel goed wat actueel is. Daar duik je in. En je zou kunnen zeggen, daar maak je dus ook jouw programma, dus ook jouw geld mee. Of? Ik heb mezelf nooit de marketing cabaretier genoemd. Dat stond er wel. Ja, ja. Oh, als het in de krant stond, dan was het waar. Ja. Nee. Maar klopt. Kijk, het? Nou, ik heb in het begin, in de eerste paar jaar, dat zei ik, ik ben een echt ondernemer. Dus toen ik kon doorbreken als cabaretier in 2000 en 2001, heb ik wel al het mogelijke gedaan om dan ook maar overal te zijn. Dus ik heb in alle jongerencentra gestaan. En als die niet uitverkocht waren, dan ging ik daar een week van tevoren nog naartoe. Of ik belde ze op, of zullen we nog extra posters opsturen. Of ik zat daar bovenop. Met als gevolg dat ik nu niks meer hoef te doen. Want ik dacht, als ik dan in een half vol zaaltje sta, is het een beetje sneu en dan komen die mensen niet terug. Maar als het zaaltje vol zit, al zitten er maar 80 man, maar als het maar vol zit en het is gezellig, dan nemen ze de volgende keer al hun vrienden mee. Dus in het begin vond ik marketing wel belangrijk. Maar de marketing cabaretier is net alsof je je niet om de inhoud druk maakt en wel om de reclame. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de grap en om de voorstelling. Die moet ervoor zorgen dat er steeds meer mensen terugkomen. Studenten. Hallo. Hallo. Ik ben Romy, tweedejaars toegepast psychologie student. En mijn vraag is eigenlijk of er volgens jou een ding is wat voor de hele wereld geluk veroorzaakt. Hersenen. Nee. Ik ga eens even naar over de hele wereld. Hè. Ik denk dat er vaak een fout gemaakt wordt door te denken dat geluk een soort korte termijn ding is. Als er stofjes door je lichaam gaan, dan ben ik gelukkig of zo. Volgens mij zou de hele wereld zich moeten beseffen dat geluk bestaat uit drie elementen. En dat is en plezier en genot. Dat is als je bungee jumpt of een sigaret rookt of een orgasme hebt of chocola eet of geur van pasgemaaid gras. Gewoon die korte termijn gelukjes. Daarnaast zul je ook een soort van tevredenheid moeten hebben. Want je kunt je hele leven lang alleen maar elke dag gaan bungee jumpen, maar dat stomt af. Dus je zult ook tevreden moeten zijn met je leven. En naast die tevredenheid, dus tevredenheid bedoel ik dan het goed voor elkaar hebben, misschien een stabiele relatie. Daarvoor moet je zelfs een beetje verstandig zijn en moet je een beetje gematigd zijn. Dat, bijna een beetje saai af en toe. Nou, dat conflicteert natuurlijk af en toe, want genot en het goed voor elkaar hebben. Die gaan nog allebei over jezelf. Als derde element zou je nog zingeving daarnaast moeten hebben. Als je die drie elementen in je leven hebt, dus je hebt een maximale balans tussen plezier en genot, tevredenheid en zingeving, dan kun je volgens mij optimaal gelukkig zijn. Oké, dankjewel. Nou heb je, je hebt veel zelf bedacht. Dit is van Aristoteles volgens mij. Ja. Dus deze kennis is er al lang. Dan ga ik er even uit dat genieten en tevreden, dat zichtbaar is bij jou. Maar waar merk jij dat je van betekenis bent? Dus waar zit jouw zingevingsgevoel? Ik merk voor iedereen, de standaardvraag in interviews hiervoor was altijd, ben je zelf gelukkig? En dan moest ik altijd, eigenlijk wel. En hoe komt dat? Nou, omdat ik in mijn werk ook zingeving heb. Want ik vind het namelijk best waardevol dat je mensen af en toe laat lachen of laat nadenken of misschien wat invloed kunt uitoefenen. Wat staat de waarde van? Mensen gewoon even uit de sleur van het dagelijks leven halen voor wat het waard is. En dat is genot? Nee, want je draagt iets bij aan het leven van andere mensen. Natuurlijk, voor mij is het genot. Hè? Dus je kunt het ook omdraaien. Jij krijgt er applaus voor. Alleen dat is een verandering in mijn laatste 15 jaar. 15 jaar geleden stond ik op het podium om applaus te ontvangen. En nu sta ik op het podium om een lach te geven. En dat is voor mijzelf echt een wezenlijk verschil. Dat ik het leuk vind dat mensen er iets aan hebben. Mooi. Ja, daar was... Hey Guido, ik ben Tim. Ik ben een derdejaars Human Resource Management student. En mijn vraag is wie nou echt jouw grote geluksvoorbeeld is? Bedoel je een goeroe of zo? Of, gewoon een soort van rolmodel. Kijk, bij mij zijn het dan mijn opa en oma. Omdat die zoveel bruisen van de energie nog op een oude dag. En die nemen mij daar echt in mee. Maar ja. Wie is dat voor jou? Nou, als je geeft het
antwoord eigenlijk zelf al. Want ik dacht eerst dat je doelde op de Eckhart Tolles en de Anthony Robbins en die mensen. Maar mijn oma zou het beste voorbeeld zijn. Want? Want mijn oma heeft heel veel meegemaakt in haar leven. Heeft de oorlog meegemaakt. Heeft ook persoonlijk veel meegemaakt. Maar die was altijd positief. Die was altijd, als ik bij haar kwam en ze zei, heb je al een vriendinnetje? Dan zei ik, nee, ik heb nog geen vriendinnetje. Oh nee, is ook prima. Je bent nog jong, geniet er maar van. En als ik een week later daar kwam en zei, heb je al een vriendinnetje? Dan zei ik, ja, ik heb een vriendinnetje. Oh ja, liefde is het mooiste wat er is. Dus altijd was alles goed. Geniet er maar van. Ja, maar ook als want ze was heel erg van de kerk. Maar als er dan in de familie iemand homoseksueel bleek te zijn of zo, was zij wel degene die het daarvoor opnam. Dus gewoon altijd nooit veroordelend en altijd het goede van mensen zien. Ja. Oké, dankjewel. We hebben iemand gesproken die jou nog kent uit de tijd dat je een Guidootje was. Ik ken Guido als leerling in mijn groep 7-8 van de basisschool De Bonkert. Ze waren toen de startende school. Hij kwam van een andere school in Boksmeer en we zijn toen met 35, 40 kinderen gestart en was Guido er eentje van. Als kind was hij altijd heel optimistisch, enthousiast. Was overal meteen voor in als je zo we gaan van knutselen. Oh yeah, knutselen. Nou, dat. Ik zei net al, een enthousiast manneke was het. Ja. Als wij waren de school, hadden weeksluiting. En ik kon altijd een beroep op hem doen. Als we een keer een wat vergeten waren of het past niet zo goed in het weekprogramma om iets voor te bereiden. Dan kon ik Guido altijd vragen van Guido, verzin nog eens iets. En dan had hij altijd wel een heel mooi resultaat door een stukje toneel of een stukje cabaret of een stukje playback. Dat deed je ook heel graag. Hij was toen altijd liefhebber van André van Duin bijvoorbeeld. Als jongetje had hij een pleister op zijn goede oog om zijn luie oog te oefenen. En dat is natuurlijk voor een kind op een basisschool is het hartstikke lastig. Want het is een soort handicap die je hebt. En daar werden ook wel eens de andere kinderen opmerkingen over gemaakt. Dat vond hij vervelend, dat vond hij lastig. Maar heeft het later in zijn cabaretcarrière heeft het omgekeerd. Hij gebruikt zijn loensheid gebruikt hij als handelsmerk, want een van zijn bedrijven heet Loens. Dus heeft hij van zijn toen een zwakte heeft hij een kracht gemaakt. En dat zegt, vind ik, ook heel veel over hemzelf. Meester Theo. Ja, meester Theo. Hij gaat precies tegen de rages in, hè? Hij had vroeger een baard en nu niet. Terwijl eigenlijk vroeger niemand de baard had en nu iedereen. Ja. Ja. Dat is niet van zijn zwakte kracht gemaakt. Nee, dat zegt hij wel. Dat zegt hij wel. Maar leuk om hem te zien. Ja? Ja. Goede herinnering? Hele goede herinnering, ja. Want? Ja. Nou ja, wat hij zei, die weeksluiting bijvoorbeeld, dat was ook echt waar. We hadden elke week dat groep 1 tot en met groep 8 allemaal een stukje deed voor elkaar. Een weeksluiting. En er werd inderdaad best vaak een beroep gedaan op donderdag. Guido, onze klas heeft nog niks. Wil jij nog iets verzinnen? Nou, laat mij maar los, weet je. Ik vind het alleen maar leuk. En, dus... en van je zwakte je kracht gemaakt, zie je het ook zo? Nee. Ik denk dat het een soort... Ja, mijn ogen zijn niet... Tuurlijk, ik heb het wel over mijn ogen, maar ik heb geen hele voorstelling over mijn ogen. Nee. Weet je, dan... Maar is het je handelsmerk? Heb je ooit scheler gekeken dan je bent? Ja, zeker. ik ben twee keer geopereerd. Oh. Dus ik heb als klein jochie van, 4 of 5 of zo, denk ik, ben ik een keer geopereerd en een keer in mijn puberteit. Dus ik kijk nu iets minder scheel. En mensen zeggen ook altijd van... Ja, maar in het echt kijk je helemaal niet zo scheel als op televisie. Ja. Dan zal ik dan meteen even uitleggen. Als ik een tv-opname heb en in het theater sta... Dan is de zaal helemaal zwart. Dus dan kijk ik in een zwart gat... En dan hoef ik dus niet te focussen op iemand. Dus dan gaat het ook echt zijn eigen gang. Dat is niet bewust. Dan staat één oog gewoon uit. En dan Hij doet gewoon wat hij wil. Ja. Maar ja, daar kun je heel moeilijk over doen. Je kunt er een hele voorstelling over maken. Kijk, Jochem Meijer heeft altijd elke minuut van de dag ADHD. Ja. En dat zie je dus ook altijd aan hem. Maar ik wil niet dat mensen naar het theater komen omdat ik loens of zo. Nou heeft hij het over een periode waarin het helemaal niet zo grappig was... dat je dat luie oog had afgeplakt. Ja. Weet je nog dat je daarmee gepest werd? Had je daar last van? Ik kan me dat totaal niet herinneren. Nee? Nee. Maar dat is misschien ook gewoon weggestopt. Geen idee. Maar, dus daar werken jouw hersenen ook goed? Ja.
Ja, ontkennen. Ja? Dat oog is afgeplakt geweest, dus kinderen moeten erop gereageerd hebben. Wel. Ja, maar ik heb het idee dat ik zelf altijd wel verbaal sterk genoeg was. Om daarop te reageren. En ze hebben natuurlijk, weet je, je had een brilletje vroeger, dus er is heus wel wat over gezegd. En ze hebben ook een keer mijn brilletje kapot gestampt. Was op zich niet zo'n duur brilletje, maar toen had ik hem nog op. Dus dat was niet heel handig. Maar natuurlijk zijn er wel, er wordt wel over gesproken, maar het is nooit, ik heb dat nooit gezien als een handicap. Nee. Studenten, kom maar. Hoi Guido, ik ben Mark, ik studeer momenteel HRM. En mijn vraag was eigenlijk, je hebt heel veel mensen die met heel kleine dingen heel gelukkig kunnen zijn. Ja. Maar je hebt ook mensen die met heel veel eigenlijk nog niet gelukkig zijn. En hoe kun je dat verschil eigenlijk verklaren? Wetenschappelijk gezien is het verschil te verklaren in dat elk mens verschillend is. En dat tussen de 36% en 40% van wat je het verschil in geluk dat je ervaart, zit in je genen. Dus daar kun je ouders de schuld van geven. Daar kun je zelf niks aan doen. Ongeveer 10% van het verschil in geluk zit in je omstandigheden. Dus dat zijn ook de spullen die je hebt, of waar je wieg heeft gestaan toen je geboren werd, of je lichaam het doet, wel of niet. En het gekke is dat de 50% die nog overblijft, iets meer dan 50%, zit dan in wat je denkt en wat je doet. En daar zit natuurlijk het verschil in bij verschillende mensen. De een die denkt, die klaagt van ik heb geen werk, en de ander denkt ik heb lekker veel vrije dagen. Mooi. Ja. Hoi, goedemiddag, ik ben Arjen en ik zag in je introductie net een stukje over religie. En dat zette me eigenlijk aan te denken. Wat is uw visie op geloof en religie? Hoe denkt u dat het toevoegt of afdraagt aan geluk? Je stelt twee vragen. Hoe denk ik over religie? Ik zelf geloof niet. Ik ben een agnost. Iedereen mag geloven wat hij wil. Maar laat mij dan ook geloven wat ik wil. Ik denk dat het licht uitgaat als ik doodga. Dat er gewoon niks is. En volgens mij is geloof een verzameling gedachten die je voor waar aanneemt. Maar daarmee hoeft het nog niet waar te zijn. Was straks al aan de orde. Daarnaast is het wel zo dat religieuze mensen die bijvoorbeeld bidden, daar hebben ze testen mee gedaan, die krijgen pijnprikkels krijgen pijnprikkels toegediend. En daar hebben ze gezegd tegen een groep, ga maar bidden, dan voel je misschien minder pijn. En tegen een andere groep die niet gelooft, hebben ze ook gezegd, ga maar bidden, dan voel je misschien minder pijn. En de mensen die daadwerkelijk echt, ze deden dus dezelfde handeling, allebei bidden om pijn tegen te gaan, maar degene die echt religieus waren, die voelde ook echt minder pijn. Dus je zou kunnen zeggen dat religie een soort placebo-effect is. Of het werkt echt. Hè, dat er een god is die ook echt minder pijn. Religieuze mensen zijn ook soms gelukkiger. Maar dat heeft niet altijd te maken met het geloven zelf. Maar dat heeft te maken met het feit dat ze één keer in de week naar de kerk gaan. Dat ze daar dezelfde mensen tegenkomen. Dat ze sociale contacten hebben die ze elke week die ze onderhouden. En daardoor vriendschappen sluiten. Ze hebben rituelen. En dat meer de rituelen zorgen voor geluk dan het geloof zelf. Oké, dank u wel. Ja, alsjeblieft. Heb je mooi gedaan. Nu is er ook een geluksprofessor, Leo Bormans. En hij vertelt het volgende. Ik word gelukkig van heel veel dingen. Ik leid aan positieve paranoia. Ik denk echt dat ik achtervolgd word door mensen die mij gelukkig willen maken. Van 's morgens tot 's avonds denk ik, die man zit in het complot om mij gelukkig te maken. Dus positieve paranoia vind ik echt wel zalig. Ja. Het zijn dus mensen die gelukkig maken? Altijd mensen. Hè. Als we geluk kunnen samenvatten in twee woorden, dan gaat het over andere mensen. Terwijl de hele samenleving ons wijsmaakt dat het gaat over mijn dingen, gaat het eigenlijk over andere mensen. Ja, het lijkt tegenwoordig wel alsof je altijd maar gelukkig moet zijn. Hè. Het is altijd de druk van je moet. Het moet ook altijd leuk zijn. Nu, geluk is iets heel anders dan je happy voelen. Geluk en verdriet, we hebben lang gedacht dat tegengestelde zijn, maar dat zijn eigenlijk componenten van hetzelfde gevoel. Van, ja, wie intens verdrietig kan zijn, kan ook intens gelukkig zijn. Er is natuurlijk problematiek. We hebben pijn, we hebben verdriet. Erken dat. Geef die emotie een plaats. Als mensen zich niet goed voelen, durf kwetsbaar zijn.
Durf je open opstellen voor andere mensen. Dat is het belangrijkste. We gaan niet de ambassadeur worden door allemaal smileys op onze gezichten te plakken en ballonnen aan onze rugzak te maken. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erover dat we onze emotie toelaten, onze angsten verlaten, onze dromen formuleren, van dromen doelen maken door een werkwoord aan toe te voegen. Dit soort dingen zijn allemaal een beetje maakbaar. We hoeven niet 100% gelukkig te zijn elke dag op elk moment. Dat is niet wenselijk en niet haalbaar. Maar die 40% die tussen onze oren zit, die kunnen we beïnvloeden. En dat kunnen we met heel kleine positieve interventies doen door iets te betekenen voor andere mensen. Ik heb genoten van je masterclass, maar hij zegt ook iets anders. Dat je kwetsbaar moet zijn. Ja. En dat je om geluk te kunnen ervaren ook je verdriet en je dieptepunten onder ogen moet kunnen zien. Maar dat punt heb ik niet gehoord. Waar zit jouw diepste verdriet? Mijn persoonlijke diepste verdriet? Zo. Ja, ik denk dat ik een beetje op hem lijk. Weet je, die vraag heb ik dus in het begin gekregen. Hè? Je geeft een masterclass geluk. Was je dan zelf depressief? Nee, ik heb juist het idee dat ik heel erg goed ben in gelukkig zijn. Dus is het voor mij heel logisch om erover te praten. Maar de vraag was, waar zit je diepste verdriet? Ja, dan is het denk ik in de wereld. Niet bij jou? Nee. Nee, want ik ben onbelangrijk. Maar los daarvan. Weet je, ik vind mezelf heel leuk, maar ik vind mezelf niet belangrijk. Maar heb je ooit iets meegemaakt wat je verdrietig heeft gemaakt? Ken je die emotie? Ja. Ja, natuurlijk. Er gaan mensen dood en dan worden mensen ziek. Welke mensen van jou zijn ziek of dood gegaan waar je last van had? Ik heb er geen last van gehad. Hoe komt dat? Dat is het. Wie ging er dood waar je geen last van had? Ja, dat is, misschien is dat een taboe, maar ik was bij de dood van mijn opa. Ja. En ik was daar als enige bij. En ik vond het heel waardevol dat ik daarbij mocht zijn. Dus blijkbaar heb ik van die 36% tot 40% die dan genetisch is bepaald, draaien mijn hersenen dat om tot iets waardevols in plaats van iets. En natuurlijk is het verdrietig dat je afscheid neemt van iemand. Maar ik heb dan altijd een positieve geest die dan denkt van wat waardevol dat ik hier nu bij ben. Ja. En toch is een andere kennisbron dat je verdriet nodig hebt om geluk te kunnen ervaren. Met andere woorden, als je de diepte niet hebt gevoeld, weet je nog niet wat de hoogte is. Ja, maar dat heeft ook te maken met empathie. Want omdat ik zelf nog niet zoveel heb meegemaakt, wil niet zeggen dat ik niet het verdriet van andere mensen kan invoelen. Dus mijn verdriet gaat meestal om andere mensen. Omdat ik zelf nog niet zoveel voor mijn kiezen heb gehad. Laten we dan eens gaan kijken naar een vriend die je opvoert in jouw masterclass. Jaap Bressers, die echt iets meegemaakt heeft. Ik heb op 21-jarige leeftijd met duiken in de zee heb ik mijn nek gebroken. Ik stond vanuit stand, ik spring het water in en ik kom met mijn hoofd op de zeebodem terecht. En ik kon niet meer bewegen. En dan moet je voorstellen, 's nachts schrik je wakker in een ruimte die je niet herkent. In een lichaam dat je zelf niet meer herkent. Je het uitschreeuwt van de paniek. En er komt niemand. En als je maar lang genoeg roept, uiteindelijk komt er dan wel iemand. En die controleert netjes die monitoren naast je. Alleen die draaien zich ook weer om en die lopen ook weer weg. Want dat was voor hun normaal. En of tenminste waren ze aan gewend geraakt dat een duikslachtoffer in paniek was. En toen kwam Carlos en die deed net iets anders. Die heeft uiteindelijk ook de rest van het team geïnstrueerd. En die vertelde over, luister, als Jaap 's nachts in paniek wakker schrikt, ga er even naartoe. En dat had ik nodig. Gewoon ga er even naartoe, leg je hand op zijn schouder op een plek waar hij het nog wel kan voelen. En zeg, it's okay. En dat ene kleine moment zorgde ervoor dat ik van alle angst, twijfel, paniek en onzekerheid ook weer me gezien voelde en weer richting iets meer rust ging. En daar ben ik later echt over na gaan denken van, als dat zoiets kleins zo belangrijk kan zijn, dan moeten we het eigenlijk allemaal kunnen. Allemaal op onze eigen manier. Hij spreekt over Carlos. Ja. En zijn Carlos momentje. Ja.
Herken je wel kalos momentjes bij jezelf of bij anderen? Mensen die nodig zijn voor elkaar, die het verschil maken in elkaars leven? Soms kunnen kleine geluksmomentjes heel simpel zijn. Hè? Je kunt als je in de koffiecorner staat, de koffie voor degene voor je of achter je afrekenen. En dan moet je zien wat er gebeurt. Weet je? Niet alleen het feit dat je... Verzin je dit nou of heb je dat ooit gedaan? Heb ik ooit gedaan ook. Dat heb je ooit gedaan? Ja, en natuurlijk is het ook wel eens als mensen bijvoorbeeld bij het station staan en zeggen, ja, ik moet eigenlijk een kaartje kopen. 9 van de 10 keer denk je, ja, dat zal wel een wisseltruc zijn. En hij is uit op mijn geld. Of hij is... Je kunt ook geloven in het goede van de mensen. Is er iemand van jullie, studenten, die zo'n kalos momentje kent? Is er iemand ooit geholpen door iemand dat je zegt, het was zo klein, maar zo betekenisvol? Dat wil ik wel vertellen. Hallo, ik ben Eva Vrooy. Het is eigenlijk een heel braaf momentje. Ik zat voor de klas in het basisonderwijs. En ik had mijn eerste grote liefde. En die avond ervoor gingen we uit elkaar. En een kleuter, die gaat de volgende dag. Ja, we zitten in de kring. Dat beentje, of dat hangt over mijn beentje. Ik vind het heel spannend dit. En dan zegt hij, oh juf, gaat het wel goed? Toen zei ik, ja, helemaal mijn grootste glimlach opgezet. Ik voelde me helemaal te gek, maar dus helemaal niet. Toen kreeg ik een knuffel. En toen, ja, toen was mijn dag echt alweer een beetje beter. Dus, ja. Mooi. Wat gebeurt er als die kleuter daar een knuffel komt geven? Dus emotie en andere mensen. En wij denken altijd dus dat het geluk in iets heel groots moet zitten. Maar juist dit soort momenten, een uitgestoken hand of een knuffel, kan al heel veel doen. Ja. Okay. Jij leent het verhaal van Jaap, zou je kunnen zeggen, in je masterclass. Hij vertelt ook nog even wat hij daarvan vindt. Ja, wij gehandicapten moeten elkaar een beetje steunen. Dus dat, ik heb een hoge dwarslesie, verlamd vanaf borsthoogte, een rolstoel. En Guido woont een groot gedeelte van zijn tijd in Amsterdam. Dus in die zin, ja, ik weet niet wie het dan slechter heeft. En dan vind ik het ook fijn dat ik jou op deze manier een beetje mag steunen, Guido. En voor mij gaat het erom, hoe meer mensen met het Carlos momentje bezig zijn, hoe meer mensen dat vanuit hun eigen passie uitdragen, ja, hoe beter dat het is. Want ja, het gaat over wat jij vanuit jouw plek, vanuit jouw glimlach, voor iemand anders kunt doen. En ja, dat vind ik alleen maar heel tof dat wij dit samen kunnen en mogen doen. Mooi. Ja. Studenten. Mag ik nog even zo? Ja, het is van jou. Want ik vind het prachtig dat hij mij de eer toeschuift, maar hij staat zelf ook voor bedrijven. Ja, en maar hij staat voor bedrijven. Hij spreekt voor bedrijven en hij kan wel wat hebben. Ja. Jaap spreekt zelf ook voor bedrijven en wil overal het Carlos momentje introduceren. Dus gewoon iets onverwachts doen waar de ander een klein beetje gelukkig van wordt. Hij zou het zelfs heel leuk vinden als het Carlos momentje ooit in de dikke vandalen komt. Dus vanaf nu af aan, iedereen waar je een leuk klein momentje voor hebt, al is het maar een complimentje naar de ander, of je rekent de koffie af voor iemand anders, of je snijdt een stokbroodje nog een keer extra door, zodat hij geen bestek nodig heeft. Al het kleine dat je doet, noem dat vanaf nu af aan een Carlos momentje. Bij deze. We hebben een paar studenten gevraagd hoe ze dachten dat ze jou gelukkig zouden kunnen maken. Nou, ze hebben een antwoord gevonden en we laten het maar even over ons heen komen. Volgens mij zit Guido Weijers te kijken. Oh ja? Ja, daar. Oh. Daar zit hij. En nu heeft Fons gevraagd aan ons of wij iets wilden doen voor Guido. Want Guido is iemand die ook heel veel met geluk bezig is. Waar wordt iedereen gelukkig van? Het rijmt op baard. Staart. Open haard. Paard. Taart. Taart! Dus zullen we naar de bakker? Ja, kom. Let's dames, ja. Volgens mij... We zijn er. Volgens mij zijn we er. Zijn we er? Wij staan nu hier in de bakkerij. Ja, naast Koen. Koen, wil je misschien vertellen over jezelf en over de bakkerij? Ik run hier een familiebedrijf. We hebben eigenlijk een machtig bedrijf waar we alles eigenlijk zelf maken. Koen. Ja. Waar word je nog meer gelukkig van? Oh! Als we s'nachts aan het werk zijn, dan moeten we ook iets hebben om naar te kijken. Nou, laten we een datum pakken.
Wat zijn de ingrediënten van een goede taart? Van een gelukkige taart. Een gelukkige taart. Meel. Eieren. Ja, eieren. Oké, okay, nou. Oké, okay, chef. Gast. Het is wel echt knap, nu. Dit ziet er wel lekker uit, hè? Oh. Nou, jullie zijn meteen aangenomen, denk ik. Oh, dit ziet er lekker uit, hè? Wordt smullig hier ook. Wordt smullig. Hoe lang moet een goede taart in de oven? Nou, een uurtje ongeveer. Ik kan hier wel een uur gaan staan wachten, maar werk maar even gewoon mee. Zeg maar. Even kijken hoe het met onze taart is. Volgens mij moet hij nog iets langer. Een minuutje of vijf of zo. Daar word ik niet gelukkig van. Dames, volgens mij is de taart klaar. Yes. Zullen we eens gaan kijken? Ja. Auw! Oh-oh. Tadaa! Hey! Dankjewel. Alsjeblieft. Succes ermee. Dankjewel. Dankjewel. Succes. Jij ook. Is het toch nog gelukt, ja, dames? Maken. Kom. Ja, we gaan. Op naar Guido. Op kom eraan. Guido, inderdaad. Naar Guido. Nou, dat is hij. Mooi. Wat Tjoh. Mooi, dankjewel. Vind je hem mooi? Ja, hij is uiteindelijk toch nog mooi kijken. Gelukt, ja. Hij is prachtig. Ja, het is het, word je van taartjes eten gelukkiger? Dat is natuurlijk de vraag, want als je te veel taartjes eet... Ga je nou meteen wetenschappelijk benaderen? Gezonder, dus ook iets ongelukkiger. Oh. Maar het goede nieuws is, als je iets ongelukkiger voelt, dan kun je gewoon weer een taartje eten. Wat hoor je weer gelukkiger. Ja, zelf. Okay. Jee, hij taart. Ziet er wel prachtig uit. Lekker, man. Ik wil zeggen tegen politici tijdens de verkiezingscampagne nooit eten op beeld. Nee, want? Het ziet er altijd stom uit. Het ziet er heel stom uit. Ja. Maar, hoe is hij? Als je me nu ziet, word ik toch leider van het land. Guido van President. Heerlijk, heerlijk. Dankjewel. Ja. Waarom dachten jullie Guido gelukkig te maken met een taart? Nou, wij zijn eigenlijk al een jaar bezig met het thema geluk. Van ons instituut HRM en TP zijn wij eigenlijk een documentaire aan het maken over geluk. En dan gaat het over ons eigen geluk. En toen kregen wij de opdracht van Fontys om voor dit debat, voor jou Guido, iets te bedenken. En waar wordt nou iedereen gelukkig van? Want op het moment dat er taart is, dan is er eigenlijk altijd iets te vieren. Feest, ja. Dus dan is het feest. Dus dachten wij, wij gaan een taart maken voor Guido. Dankjewel. Ja, dit is ook chocola, zoetigheid. Het zorgt allemaal voor stofjes in je lichaam. En ik ga er ook verder niet meer uitleggen. Dankjewel. Dankjewel. Guido, in het Denk Grote Debat leggen we altijd een paar dilemma's voor. Passen is uit den boze. TV of theater? Theater. Breda of Amsterdam? Breda. Alle filosofen gelezen of de spreuken van internet gehaald? Internet. Ja. Ja. Ik ben een kind of ik wil een kind? Ik ben een kind. Never grow up. En je wilt geen kind? Ik moest kiezen. Dat is een nieuwe vraag. Ik hoef mij niet per se voor te planten, nee. Ik ben cabaretier geworden omdat ik scheel ben. Of het had niks gescheeld of ik was geen cabaretier geworden. Het had niks gescheeld of ik was geen cabaretier geworden. Want? Ik denk dat ik ontzettend veel geluk heb gehad dat alles zich zo heeft ontvouwd zoals het zich heeft ontvouwd. Vleeseter of vreemdganger? Nou, we waren eigenlijk benieuwd welk vlees jij het minst kon weerstaan. Nee, ik kan gewoon vlees op mijn bord kan ik heel goed weerstaan. Nee, maar tegelijkertijd kan ik nu ook oprecht zeggen dat ik heel gelukkig ben met mijn vriendin. Ja. Nou, want je bent vegetariër. Ik ben absoluut vegetariër. En monogaam. Ja. En monogaam. Leuk. Ja. Studenten. Het heeft wel heel lang geduurd, hoor. Voordat je vegetariër werd? Voordat ik monogaam werd. Ja? Ja.
En sinds wanneer ben je dat? Nee, ik heb 15 jaar lang alles gedaan wat God verboden heeft. En ik heb er zelf nog een paar dingen bij verzonnen. Maar je moet leven. Ik kan nu monogaam zijn of ik kan nu gewoon bij mijn vriendin blijven. Omdat ik heb alles al gedaan, joh. Je zit, als het goed is, op de helft van je leven. En je praat als iemand die alles al gehad heeft. Alsof je terugkijkt op je leven. Alles al gehad, groter hoeft het niet te worden. Hij is al monogaam. Sommige mensen trouwen op hun 19e. Ja, en die komen er op hun 40e achter van, ja, maar ik heb heel veel gemist. Ja. Dat heb ik niet. Nee. Maar wordt het niet ontzettend saai, dat tweede deel? Wellicht, geen idee. Nee, maar ik moet mezelf creatief uitdagen. Ik heb nu weer hele andere dingen die ik leuk vind. Moet u eens veel plezier of sterkte wensen? Nee, veel plezier. Ja, ik geniet elke dag. Ja, veel plezier dan. Studenten, laatste vraag. Ja. Ja, je vertelde net over verdriet en dat je gelukkig nooit heel veel verdriet meemaakt. Daar ben ik heel blij om. Daar kan ik gelukkig van worden. In de afgelopen tijd, of het afgelopen jaar misschien, heb je wel eens een moment meegemaakt dat je geluk nodig had? En wat had je ervoor nodig om wel gelukkig te zijn? Ja, ik weet dat dus niet. Zondagskind. Ja, echt. Ik voel me echt gezegend. Het enige, en dat is niet omdat het dan grappig klinkt of omdat ik me er makkelijk vanaf wil maken. Ik heb 2 weken geleden 2 uur lang op een spinningfiets gezeten. En ik heb dan echt gewoon 2 dagen last van gehad van mijn kont. En ja, gewoon echt zo'n zadel. En dan denk ik, oh ja, oké, dat had ik even liever niet gehad. Maar dat zijn de problemen waar ik mee te dealen heb. Hoop je nou dat er in jouw leven nog iets gaat gebeuren waardoor je ook weet wat normale mensen meemaken? Of hoop je dat het zich zo doorgaat en dat je op je 70ste dit nog kunt vertellen? Ik vind namelijk heel interessant. Dit is nou iets, daar zou ik een uur over door willen praten. Probeer bij mij iets te vinden waar de pijn zit of waar het. Ik voel me echt oprecht een zondagskind. Ja. Ik voel me echt oprecht gezegend als ik. En ik mag niet klagen. En soms zit de zaal nu met die masterclass zit niet helemaal vol. Ja, dan ben ik aan het smiddags, dan baal ik. Ja. Terwijl ik denk, ja Guido, maar je hebt het zelf niet in het programmaboekje gezet. En er zitten nog steeds 300-400 man. Dus wat klaag je nou? Weet je, mijn problemen zijn echt. Valt in het niet. Kijk naar Jaap Bressers, kijk naar Afrika. Weet je, dat zijn problemen. En als mij ook dat soort dingen zullen overkomen, dan. Ik hoop dat ik. Dat mijn lichaam en mijn geest geprogrammeerd is om terug te veren. Maar dat heb ik nog nooit ervaren. Dat gunnen we je ook. Guido, de laatste vraag in het Denkgrote Debat is altijd: welk student heeft jou groter laten denken? Met andere woorden, welk student heeft jou even aan het denken gezet en heeft de vraag gesteld die jij wilt waarderen? Die leg ik puur op persoonlijk interesse. En dat is uit mijn hoofd Arjan. Ja. Heel mooi. Dan mag jij naar voren komen. Gaan wij staan? Kom tussen ons in staan. Dankjewel voor de vraag. Kom tussen ons in. Hoe heet jij, van welke opleiding ben je? Ik ben Arjan Franke. Ik studeer het eerste jaar toegepaste psychologie, Fontys. Oké. Nog even inzien. Waarom is dit de Denkgrote student van vandaag? Omdat religie natuurlijk ook een extreem groot denken is. Of juist oogkleppen op. Religie kan alle kanten op schieten. En als je dat ook nog aan geluk gaat hangen. Hè, van word je gelukkiger van geloof of religie of tradities. Vond ik dat een heel mooi inzicht. Okay, en ik heb een boekje waar je blij van wordt. Heb ik zelf geschreven. Is ongeveer een soort samenvatting van mijn masterclass. Als je dit uit hebt, dan word je extreem blij. Ja. Dank je wel. Mag je blijven staan. Je hebt een hand gekregen, een cadeautje, eeuwige roem. Zometeen wordt er een denkgrote foto van jullie gemaakt. Jullie allemaal bedankt voor je prachtige vragen. Graag tot de volgende keer. En het laatste mooie applaus is voor ons zondagskind Guido Weijers. APPLAUS